tuin tour te updaten. Aangezien dat het nu eigenlijk herfst begint te worden. Ik ben vandaag eventjes bij mijn ouders, dus het leek me het ideale moment om de tuin nog eens te laten zien. Sinds ik verhuisd ben heb ik er niks aan gedaan, maar de natuur heeft natuurlijk wel een beetje zijn werk gedaan. De bomen zijn echt al helemaal rood gegroeid, er zijn er ook al klaar. Hier was er kervel dat mijn vader ging laten uitschieten. En hier de basilicum doet het echt heel veel beter dan bij mij thuis. Kijk wat een groot platte basilicum. En mijn zonnebloem. Super mooi. En er zijn er hier zelf ook nog zijbloemetjes aan het groeien. Hier zijn mijn kolen. En sommige doen het goed, sommige doen het minder goed. Er zijn er ook al dat we kunnen eten. Hier zie je pompoenen. De uien. Beetje last van de warmte, denk ik. De aardappelen hebben zeker last van de warmte, want kijk, die zijn allemaal heel. Nog meer uien. Daar is mijn courgetteplant. Ik leg hier heel veel onkruid, dus ik weet niet of ik er naartoe kan. Nee, ik denk dat ik met mijn vader zijn dingen ga stampen. Maar we hebben er al gehad, veel minder dan vorig jaar, maar wel een hoop. Hier, dat is mijn kolen. En daar zie je alleen afgesneden. Hier tussen had ik wortels te zijn, want dat is nooit iets geworden, dus. Wel. Ja, misschien deze. Deze bedoel ik. De rioden van de aardbeien en frambozen zijn ongeveer gedaan, dus daar is er niks meer aan. Hier heb je mijn curry, waar dat de kat al iets te veel heeft opgelegen. Maar je vaart heel mooie bloemetjes. Nu even een stek hete serre. Hier is een komer. Hij heeft heel veel last van rupsjes. Zie maar. Dit is boerenkool. Tomaatjes. Ik krijg al veel tomaatjes. Het nadeel is dat er ook van onder hangen. Dat is niet zo goed. Nog kool. Dat is savoykool. Tomaatjes. Tomaatjes. Oost-Indische kers. Ik denk dat dat misschien een kerstomatenplant is. Want het zijn wel heel kleine tomaatjes. Zo, dit was de vluchtige mini-tour van mijn tuin. Het is warm. Hey, doordat ik plat ben gevallen met mijn fiets, ben ik hier terecht gekomen. Dit is het ideale moment om een tuintour te doen. Als jullie deze vlog kijken, de gewone vlog, ga dan even hieronder bij het linkje van de tuinvlog. Als je de tuinvlog kijkt, hieronder vind je het linkje van de gewone vlog. Hier is mijn halfdode zonnebloem. Hier heb je basilicum en kervel. Mijn vader laat de kervel opschieten voor zaadjes. Daar zijn er bomen. Dat is echt een hele bomenstruik. Dit zijn de eerste pompoenen. Het is echt zo, denk aan de herfst. Kijken we dat er nog zijn. Daar zijn er trouwens kruiden.
gras. Aardbeien. Maar dat is zo'n lange pompoen. Een butternut. Hier is een courgette plant. Er gaan voorlopig geen courgettes aan, denk ik. Overal liggen er hier appels op de grond. Hier hangen er nectarinen, denk ik. Het zijn trouwens peren. Nee, frambozen, appelen en ook ergens nog peren ertussen. Nog pompoen. Mijn waadje is hier ook wel een beetje versperd. Ik kan hier niet meer door. Daar heb je kolen. De laatste. Ongelooflijk hoe hard dat die pompoenen zich verspreiden. Misschien is dat hier wel de grote soort. Hier is er een random tomaat en een random pompoen die groeit. Ik denk niet dat er hier effectief nog pompoen zal aangroeien. Alhoewel, dat lijkt me wel een vrucht. Dat lijkt wel een vruchtje. Hier is de uitgebroeide bloeide kerryplant. Hier heb je een koolplant. Dat is boerenkool. Of winterkool, hoe hij dat ook noemt. Kersttomaatje. Tomaatje. Tomaatjes, 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 tomaatjes. Oost-Indische kerst. Een dood tomaatje. Ook een tomaatje met een ziekte. Dat is een gewone tomatenplant. Gewone tomatenplant. Gewone tomatenplanten. In mijn fles is daar uit de rand gekomen. En dat weet ik eigenlijk niet wat dat is. En hier tussen groeit er ook nog een kruid. Achter iets. En hier zit ik in het stukje appelboomhaard. Mijn... Een vriendin van mij, die aan de kant van Leuven woont, vindt trouwens dat onze tuin altijd zo groot lijkt. En dat is ook wel zwaar dat de tuin van mijn ouders redelijk groot is in vergelijking met de tuin van de meeste mensen. Dag hotel. Er zijn veel meer gaatjes hier bezet, zie ik. Ik zie wel geen beestjes, maar ik zie wel dat de haatjes voller zijn geworden. Ik ben benieuwd wat dat volgende zomer gaat geven. Lang is dag geleden. Dat Flippo in de gang. Er groeit hier ook echt niks in. Sinds dat jullie hier wonen. Behalve die boompjes. Die zijn al uitgehaald. Heeft die zich waar we gezet? Hallo, we zijn vandaag 11 september. Ja, en vandaag ben ik terug bij mijn ouders langs. Kom ik terug bij mijn ouders langs. En ik vond dat eigenlijk een ideaal momentje om nog een keer de tuin tour te updaten. Aangezien
dat het nu eigenlijk gerst begint te worden. Hier zijn de bonen en zie je wat een mega grote bon die daar aan groeit. Kijk. Poes komt ook kijken. Maak me goed terug, dankjewel. Hier is het pompoenenveldje die nu echt flourished, want kijk wat grote pompoenen. Er staat er nog een kool, maar eigenlijk bijna alle kolen zijn verdwenen. Hier, daar is hier nog de aardbeien, maar die blijven gewoon staan. Daar is mijn courgette plant, maar ik denk niet dat hij nog veel doet. En ja, dit is eigenlijk gewoon een en al pompoen. Dit is de compostbak. Hier zie je tomaatjes van een plant die daar eigenlijk niet hoort. Maar hij mag daar blijven. Hier is mijn curryplant die uitgebloeid is momenteel. Dit is een plant die heel de weg verspert, maar ik weet niet hoe dat die noemt. Dit is een kool die een klein beetje gegeten is, maar dat is eigenlijk totaal niet erg. Zo winterkool. Ah, dat was savoykool. Dat is een winterkool. Hier hangt er nog een kleine mini tomaatje aan. Tomaatjes. Zoals je kunt zien zijn de tomaatjes nog bezig met te groeien. Daar staat er Oost-Indische kers. Maar hier staat er buiten tomaat. En deze kool eigenlijk niks. Deze poes. Dan krijg je een beetje aandacht. Ja, dan gaan we verder. Schattie. Dit is onze appelboomhaak die uiteraard nu in zijn beste seizoen zit. Want ja, alle appeltjes groeien hier. Allemaal appelbomen. We hebben ook nog perenbomen en een okkernotenboom. Maar die ga ik vandaag niet tonen. En een plantje. Zie de poes genieten. Nu naar ons andere pompoenveldje. Hier een paar kleine pompoentjes. Daar is echt al een mega pompoen. Ik weet eigenlijk niet meer dat mijn butterscotches zijn. Misschien in het andere pompoenveldje dat ik er heb overgekeken. Kijk hoe mega groot. Dit is mijn hand trouwens. Om een vergelijking te maken. Hier op de grond zie je eikeltjes. Dan moet hier dan ergens een eikenboom staan. Kijk hoe mooi. Het is bijna tijd om kastanjes te gaan zoeken. Jij. Ik hou van kartoffelkastanjes, echt waar.